Dag, mijn lieve Soul Searchers. Mijn naam is Barbara en dit gaat een algemene reading zijn voor mijn lieve boogschutter. Voor de komende periode, begin april tot begin mei. Tijd is fluïde, het is een algemene reading, dus neem wat voor je past en laat de rest liggen. Kijk zeker ook naar het sterrenbeeld dat in jouw maan, jouw Venus of dan wel je ascendant staat. Kijk anders terug naar april als ze nog niet online zijn. Like, deel, abonneer, klik op het belletje. Blijf je op de hoogte wanneer ik nieuwe video's post. Help me naar de 16.000. Het is volledig gratis. Laat mij weten dat je resoneert. En dan blijf je op de hoogte. Dus, ik ga hier een algemene reading doen waarbij ik professioneel, financieel en de liefde ga bekijken voor de komende periode. Ik ben nieuwsgieriger dan dit, dus ik ga hier verder op borduren. Ik ga overal in een uitbreiding nog extra kaarten leggen. En in de liefde ga ik een splitsing maken tussen de singles, de koppels en de gecompliceerde connecties. Dus mocht deze reading voor jou resoneren en wens jij meer informatie, mag je mij volgen. De link vind je in de beschrijving van deze video. Ik ben ook te boeken voor privé-readings. Alle informatie vind je op mijn website www.soulsearch.be. We gaan het even zien. Cadeautjes geven en ontvangen. Wellicht krijg je een cadeautje. Dat kan een cadeautje zijn uit onverwachte hoek. Het is voor jou een cadeautje dat je mag leren ontvangen. Vaak geven we veel. Hier is het zaak voor jou om te ontvangen. Oké, een cadeautje. Fantasie. Gebruik je fantasie. Rijk naar de maan. Wees creatief. Denk out of the box. Ja, de maan is niet te ver weg. Je kunt het bereiken. Hetgene wat je wenst. Maar gebruik daarbij je fantasie. Oké, wat mag ik nog weten voor mijn lieve boogschutter? Mag ik nog een boodschap voor de komende periode? Dank u. En een nieuw leven, doe maar. Volgens het boekje, dit nieuw leven doe je wel zoals het hoort. Zoals het traditioneel hoort, zoals de maatschappij dat verwacht. Ja, volgens het boekje. Tradities in ere houden hier. Maar richting een nieuw leven, ik heb een nieuwe jij dat hier ontpopt uit het ei. Een nieuw leven? Oké, ik ben heel benieuwd. We doen de dingen volgens het boekje. Denk daarbij out of the box. En misschien is dit wel een cadeautje van het universum. Dat je mag ontvangen. We gaan het verder zien. Professioneel. Dat is de belangrijkste boodschap voor mijn lieve boogschutter voor de komende periode. Professioneel. De 8 van pentakels en de 9 van staven. Hier werken we hard, maar ik heb hier een beetje een ongeduld van wanneer pluk ik daar nu de vruchten van? Wanneer mag het eens wat minder hard werken zijn? Beetje ongeduldig. Misschien zelfs een beetje gemakzuchtig van goh, we doen het minimum. We werken ergens. Dus het kan twee kanten op gaan. Of we werken een beetje minder, want geen zin. Het is de lente, we willen andere dingen doen. Of dan wel een beetje ongeduldig wachtende van wanneer pluk ik nu de vruchten van mijn harde werk? Met de 9 van staven, bloed, zweet en tranen heeft het je gekost om dit op te bouwen, om te staan waar je nu staat. En het is moeilijk om dat los te laten. Hè? Je beschermt hier een beetje de vruchten van je werk. Je hebt hier zo hard voor gewerkt, dat kun je niet zomaar loslaten. Dus wel een beetje een volhoudende en volhardende energie hier. Oké, we zullen het zien. Maar een beetje ongeduld in, oké, wanneer wordt deze vermoeiende cyclus beëindigd? En hebben we het overvloed waar we zo hard voor werken? Financieel, dan mag ik weten financieel. En voor mijn lieve boogschutter. De 7 van kelken. Opties, dromen, mogelijkheden, maar niet kunnen kiezen hier. Een bepaalde verwarring. Welke dromen heb je nog? De 7 van zwaarden, nog een 7. En de 2 van kelken. De 7, ja, 7 staan voor spiritualiteit, persoonlijke groei, ontwikkeling. De 7 van zwaarden, een beetje misleidende energie. En de 2 van kelken, verliefdheid, verliefd zijn. Maar hier ondersteboven. Dat kan verliefdheid zijn, maar dat kunnen ook gewoon partnerschappen in de breedste zin van het woord zijn. Hier is niet helemaal in balans. En we zijn hier een beetje in de war. Ik ben heel benieuwd wat dat hier financieel allemaal komt doen. Is er een partnerschap financieel niet in balans? Geven we te veel, krijgen we daar te weinig voor terug? Zijn we ondertussen aan nieuwe dromen en opties aan het openhouden? En worden we ondertussen misleid? Nou, oké. In de liefde. Dat mag ik weten voor mijn lieve boogschutter in de liefde. Dank u. De koning van zwaarden. Laat de man weegschaal. Tweelingen energie. Zakelijk, rationeel, verstandig. De kracht, leeuw en de ridder van zwaarden. De kracht ondersteboven kan spreken over onzekerheid.
Iemand die een beetje in de ego zit hier. De koning van zwaarden is een zakelijk persoon. Wat ik al zei, rationeel, verstandig. Dus ik moet zeggen, dit voelt niet echt liefde. Dit kan eerder connecties zijn in de breedste zin van het woord. Als we hier uit onze kracht staan, onzeker zijn, kan het zijn dat je je laat adviseren, begeleiden door een zakelijk persoon. Met de ridder van zwaarden heb ik inderdaad iemand die zich bemoeit. Oké. Met de koning van zwaarden nog een keer. Ik heb, dit dek heeft een vrouwelijke en een mannelijke koning van zwaarden. Dus dan zou het hier kunnen spreken over een zakelijke relatie. Alle twee wel heel verstandig en rationeel, maar het kan zijn dat je je dus laat adviseren. Oké, ik ben heel benieuwd wat dit hier allemaal komt doen. We gaan het zo meteen verder zien. Even kijken. In het professionele hebben we dus... We houden vast aan hetgene wat je hebt opgebouwd. Bloed, zweet en tranen, maar wel een beetje ongeduldig. Wanneer pluk ik nu de vruchten van mijn harde werk? Voor mijn lieve boogschutter, verklaar. De energieprofessioneel. Dat mag ik weten. Dag van Staven. Een beetje stress, want er gebeurt veel tegelijk met de zon. Leeuw energie. Ondersteboven. Communicatie. Veel heen en weer berichten. Een beetje stress hier. Hard werken. Stress. Veel dingen tegelijk doen. En met de vier van Kelk heb ik ook wel een energie van verveling. Is dit het nu? Is dit alles? Is dit mijn carrière? Is dit waar ik zo hard voor gewerkt heb? Willen we nog meer leren? Willen we meer groeien? Ja. En met de zon ondertussen hou jij de schone schijn voor. Nee, maar alles gaat perfect. Helemaal goed. Ik amuseer me helemaal top. Ik stress ken ik niet. Nee. Doen we niet aan. Het kan hier zijn met de vier van Kelk. Dat op het moment dat je inderdaad voor je uit zit te staren van... is dit het nu? Dat er een aanbieding, een opportuniteit zich voordoet hier. Waardoor het snel vooruit kan gaan. Waardoor het een beetje stress creëert, want veel tegelijk. Even kijken naar die... Verklaar die communicatie. Verklaar de acht van staven. Communicatie dat misschien een beetje stress met zich meebrengt. De hermiet. De negen van zwaarden. Oh, je hebt hier behoefte aan terugtrekken, heling, introspectie, persoonlijke groei, spirituele groei. Je ligt hier ergens wakker van. Als er een beetje te veel tegelijk gebeurt, heb ik het gevoel dat je terugtrekt. Als je slecht slaapt, neem je even een pauze. Om te gaan na te gaan van wat wil ik nu eigenlijk nog? Waar word ik wel blij van? Je ligt hier een beetje wakker van. Best wel veel tegelijk hier, stress, ja. Verklaar de vier van Kelken. Met de zes van Kelken. Kan het spreken over het verleden loslaten. De schildknaap van Kelken. De vijf van Staven. En de tien van Kelken. De tien van Kelken. Goh, ik heb hier best wel veel Kelken emoties. Dus dat hoeft helemaal niet professioneel te zijn. Maar het kan wel te maken hebben met alles wat we doen. Activiteiten daarnaast. Kan met familie bezigheden zijn. Met de tien van Kelken heb ik hier oneenigheid binnen een familie- of een gezinsstructuur dat veel energie kost, te veel tegelijk. Moeten we hier een persoon, een soulmate connectie loslaten, waar we toch wel van in het hoofd schieten hier. Met de schildknaap van Kelken. Sommigen hebben we hier inderdaad een beetje strijd over de kinderen of over het gezin en de familie, waardoor we inderdaad even niet zoveel werken. Want we liggen een beetje wakker van en we doen het een beetje gemakzuchtig en halfslachtig. We blijven er wel doorzetten, maar voor sommigen ligt de prioriteit hier eigenlijk ergens anders. Eerder in de familiale of gezinsstructuur. En professioneel hou je de schijn voor. Doe je het strikte minimum. Want een beetje stress. Oké. Het is wel met het team van Kelken het einde van een oneenigheid. Het einde van een concurrentiestrijd. Het einde van een vermoeiende cyclus. Maar daarvoor heb ik wel behoefte en nood aan. Even een pauze, even introspectie. Als je slecht slaapt, nog een keer. Of misschien mensen loslaten die je energie leegzuigen hier, want dat had ik zeker hier ook. Dus ja,
communicatie dat je een kant op komt, waardoor het een beetje stress creëert en het werk precies niet het meest belangrijke is hier. Oké. Financieel, mag ik weten, financieel. De vijf van pentakels. Ik heb betere tijden, financieel. Nieuwe inkomstenbronnen, nieuwe zakenpartners. De schildknaap van zwaarden. Heel berekend. Volgens het boekje, zo hoort het en zo gaan we het doen. Dat is heel, ja, berekend. En met de twee van staven, dit is buiten de comfortabele zone. Hier manifesteer je een nieuwe wereld. Je bent een nieuw, ja, een droom aan het manifesteren. Ook al misschien heb je eerst, moet je nagaan, wat zijn je dromen nog? Wat zijn je wensen? Wat wil je nog? Wat wil je manifesteren hier? Nieuwe inkomstenbronnen, betere tijden financieel, ja. Moeten we daarvoor iets loslaten? Ik heb hier een hele berekende beslissing. Om wellicht, ik heb wel manipulerende energie. Dus voel jij je een beetje gemanipuleerd, misleid of een beetje in een hoek gedreven, wat onrechtvaardig of onterecht voelt? Zie je dat hierin? En voor mij manifesteer je een hele nieuwe dingen. Nieuwe inkomstenbronnen, nieuwe zakenpartners, andere zakenpartners. Dus financieel heb ik op zich wel positief nieuws. Positieve verandering. Hier zijn we niet bang voor het financiële tekort. Ik heb een partnerschap. Ook al wat ik zeg, is het niet helemaal in balans misschien. Wat ik al zei, geeft er ene meer dan de ander. Als we hier samen iets aan het manifesteren zijn, heeft er ene meer stabiliteit dan de ander. Maar het samenkomen creëert wel betere tijden financieel. En wat ik zeg, we nemen berekende beslissingen, berekende stappen richting betere tijden hier. Oké. In de liefde. Waar mag ik weten? In de liefde hebben we dus, nou ja, liefde. Koning van zwaarden. Voor mij is dat een zakelijk persoon, een advocaat, een boekhouder, een notaris, iets in die richting. De vijf van staven, de hoogpriester, de zes van kelken nog een keer. Dit voelt heel zakelijk of het heeft met elkaar te maken. Zakelijk en privé. De twee van pentakels, we zijn hier aan het goochelen, aan het multitasken. Heel veel balletjes in de lucht aan het houden hier om de balans te vinden tussen werk en privé. Ik heb hier een concurrentiestrijd, een competitie. Mensen die zich ermee bemoeien. Ik heb met de hoogpriester een hoger bewustzijn. Een huwelijk, een langere termijn connectie, een contract, iets officieels. En met de zes van kelken laten we het verleden los. Dus voor sommigen laten we ons inderdaad hier adviseren. Ik weet niet of dat is om een huwelijk te beëindigen, maar wel om een conflict te beëindigen. Een conflict met de staat, een conflict met een instantie, een baas. Jij wilt hier iets achterlaten. Volgens het boekje, zoals het hoort. Maar dat creëert een beetje strijd. Verklaar de strijd, verklaar de vijf van staven. Mensen bemoeien zich ermee. De schildknaap van zwaarden, hier ben je weer. Berekend en wel. Ja, ja, ik weet wel wat ik wil. Het is een beetje wel de ja-maar-kaart. Misschien zijn mensen... Dus wil jij inderdaad het verleden loslaten? De plek waar je bent opgegroeid. Een soulmate-connectie. Een langere termijn-connectie. Iets waar je belang aan hecht. Waar je een verleden mee hebt. Wil je dat loslaten? Kan het zijn dat mensen om jou heen zeggen van... Ja, maar dat kun je niet maken. Dat moet je niet doen. Wat je onzeker maakt hier, waardoor je gaat twijfelen. Het heeft te maken met het financiële, betere tijden. Waardoor je een beetje twijfelt om die keuze te maken. Laat je niet in de war brengen door andere mensen die er anders over denken. Verklaar de zes van kelken, wat laten we hierachter? De tien van zwaarden, iets pijnlijks. Het einde van een relatie kan het zijn, van een connectie met de wereld. Maar... En de schildknaap van staven. Dit is het einde van een levensfase. Ik had dat voor jullie de vorige keer ook, hè? Misschien pensioen of iets in die richting. Een nieuwe wereld dat
open gaat. Maar daarvoor moeten we iets beëindigen. En daarvoor zou ik me zeker laten adviseren als ik het hier zie. Met de schildknaap van staven, dit is een nieuw avontuur. Iets spannends, iets buiten de comfortabele zone. Een reis, iets boeiends. Oei. Maar je laat je adviseren, je gaat hier niet naïef in. Als je hier iets wilt beëindigen, laat je dat ook adviseren. Dit is een sprong in het onbekende wat je hierna gaat doen. Dus mij... Wellicht. Het is daarna in ieder geval. Een nieuwe opleiding, een hogere opleiding, een nieuwe richting. Investeren in je spirituele groei. En ontwikkeling. Het kan zijn dat je hier een therapeut... een bemiddelaar. Een bemiddelaar kan dit zijn om iets te beëindigen. Het kan zijn dat we hier in therapie gaan. Om het verleden, de kindertijd en de herinneringen uit het verleden, de pijn uit het verleden, om dat volledig, om die cirkel los te af te ronden. Wil jij therapeut worden? Soms gebeurt dat, hè, dankzij het feit dat je inderdaad laat helpen en dat je dat zelf inziet van, dat wil ik ook doen. Nu dat ik zelf die introspectie heb gedaan, kan ik het lichtje schijnen voor anderen. En daarin nog een opleiding in volgen. Okay. Dus ik heb hier wel behoorlijk wat persoonlijke ontwikkelingen. Ik heb een belangrijk einde van een levensfase richting een sprong in het onbekende. We laten ons daarin adviseren, begeleiden door een instantie, een zakelijke persoon. Omdat we de dingen volgens het boekje willen doen, zoals het hoort. Oké, niet iedereen is even blij met deze afronding of hetgene wat je hier wilt doen. Daardoor ga je een beetje twijfelen. Jij zit hier een beetje, ik sta voor een belangrijke keuze. En dan is het, maar ik weet wel wat ik wil doen, maar durf ik dat wel? Kan ik dat wel? Is het wel het juiste moment? Ja, het is het juiste moment. Oké. Ik ben heel benieuwd hoe dit voor jou resoneert. Wat is het advies voor mijn lieve boogschutter? Het Rad van Fortuin, het tij is aan het keren. Voor de komende periode, wat mag ik als advies meegeven? Ik ga hier dus verder op borduren, want ik ben veel nieuwsgieriger dan dit. Dus mocht deze reading van jou resoneren en wens je meer informatie, de link vind je in de beschrijving van deze video. Voor een paar euro krijg je een half uur meer diepgang. Wat mag ik nog? Nee, deze niet. Deze wel. De 10 van zwaarden. De oplossing van problemen. Een last die van je schouders afvalt. Het einde van een verslaving of medeafhankelijkheid. Het kan zijn dat je je daarbij laat helpen dan. Want het heeft ook positieve veranderingen, namelijk financieel, als het gaat over een verslaving. Het kost geld. De 3 van Pentakels. Volg je passie, ook wat je werk betreft. Wees de beste in wat je doet. Beloond worden voor je creatieve talenten. De 3 van Pentakels is samenwerken, opbouwende, leren, groeien, andere lesgeven, je kennis doorgeven. En de aas van zwaarden, het is tijd voor een beslissing te nemen. Laat je niet afschrikken door moeilijkheden op je pad. Het is belangrijk helder en correct te communiceren. Geweldige nieuwe ideeën die uitgevoerd zouden moeten worden. Je bent hier nog een beetje timide in de beslissing te nemen, maar dat idee is er voor mijn gevoel wel. Wat is nog een belangrijke boodschap? Voor mijn lieve boogschutter. Van manifesteren met de maan. De nieuwe maan in Waterman. Dat was begin februari. Denk dat goed? Begin februari. Sta open voor verandering. Ja, het is wel, dit is een belangrijk einde voor een heel nieuw begin. Dus sta open voor verandering. En jouw nieuwe maan in boogschutter. Focus op het positieve. Dus rond jouw verjaardag. Gaat ook een belangrijk moment zijn van vol gas vooruit. Dat is meestal met boogschutterenergie. Maar die energie is nu al bij jou aanwezig. Focus op het positieve. Ja, we moeten iets beëindigen voor dit nieuw begin. Focus op het positieve en sta open voor de verandering. Oké. Tijd om je dromen na te jagen. Dan mag ik nog een engelenboodschap meegeven van mijn lieve boogschutter. Nieuwe hoop. De zon staat op het punt om door de wolken te breken en je zult alles binnenkort in een ander licht zien.
Iets dat eerder hopeloos leek, zal spoedig zijn gevuld met niets dan hoop. Er is nieuwe hoop. Als je het nu nog niet heel helder hebt, want ik heb hier eerst een soort van verwarring. Wat wil ik nu eigenlijk nog? Neem even tijd, introspectie, trek je even terug. Pak een vakantie. En kijk diep binnenin jou. Wat jij nog wenst, wat jij nog hoopt. Waar je nog je energie in wilt steken, waar je blij van wordt. Oké. Okay. Ik hoop dat je hier iets aan hebt. Laat het mij weten. Ik ben altijd heel blij en heel dankbaar voor al jullie berichten. Like, deel, abonneer, klik op het belletje. Blijf je op de hoogte wanneer ik nieuwe video's post. Ik ga je dus verder op borduren. De link vind je in de beschrijving van deze video. Zo niet, ik wens je een hoopvolle, hele mooie maand periode toe. Ik dank je wel voor het kijken. Ik stuur je alle liefde en licht toe. En ik zeg tot de volgende keer.